Ik sta hier bij Maxime Andries en ik heb een zeer belangrijke vraag, Maxime. Hoe komt het dat jij zo succesvol bent geworden? Kevreit hier. Ik heb een missie zo groot, ik wil een impact maken op mensen in hun leven. Een andere motivatie van mij is, een van mijn mentors zei, dit is de versie wie dat je zei op je 75 of je 85 of wat dan ook. Dit is wie dat je zou kunnen zijn. Mijn grootste angst is die persoon 75, 85 jaar zijn en zien waar ik had kunnen staan versus waar ik sta. Fuck, dat maakt mij zo bang. Dus ik werk elke dag keihard om dat doel te halen, want jij gaat even terug in de tijd. Dus we gaan antwoorden op uw vraag, op uw 18 jaar. Op mijn 18 jaar was ik duidelijk nog nergens in mijn leven, althans gevoelsmatig. En de beste les die ik mijn eigen zou kunnen geven op dat moment, de les die ik mijn eigen zou willen geven. Op het einde komt alles altijd goed. Ik heb altijd al ondernemer willen worden. Altijd al. En ik heb de Kjell tegengekomen en dan heb ik gezegd, ik ga dat gewoon proberen. Maar zonder die eerste stap te zetten, had dat gewoon nooit niet gebeurd. Had ik nooit niet gestaan waar ik vandaag sta, had ik nooit niet Italië rondgereisd, terwijl ik ondertussen was aan het werken op mijn computer en zo. Sinds ik ben begonnen bij Andersom, je hoort heel veel over Kjell, Kjell dit, Kjell dat. Ja, dat is allemaal bla bla bla, of is het wel echt en zo. Eén ding kan ik vertellen, Kjell is echt real. Real in life, real in business en vooral, hij trekt je naar boven. Je bent hier met een reden naartoe gekomen. Albert Einstein zei, de definitie van krankzinnigheid is elke dag hetzelfde doen en hopen dat er morgen iets gaat veranderen. Lieve mensen, er gaat niets veranderen zolang dat jij niet verandert. En het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden en het tweede beste moment is nu. Maar buiten al de kennis dat je opdoet binnen Andersom om een eigen marketingbureau op te richten, want dat is eigenlijk mijn bedoeling. Ik wilde een extra inkomen en niet door mijn tijd te gaan inwisselen voor geld, maar om mijn kennis in te wisselen en daarmee ondernemers te helpen hen te kunnen laten groeien en opboksen tegen andere grote ondernemingen. Maar wat heel waardevol is, is de community dat bij het programma is. En ja. Voor mij is dat een deel van mijn familie geworden. Ik heb nog nooit een baas gehad die zei, ik ga je 25 euro extra geven. Ik vertel u alles, alle mensen die op mijn coaching calls komen elke maandag, ik deel de good, the bad en de ugly. Wij zijn Sandra en Tanja van Next Level Lifestyle. Excuus, Nomi en Kjell hebben voor ons zoveel betekenen nog altijd heel veel. Ze hebben ons leven veranderd. We hebben ondertussen onze eigen business, Next Level Lifestyle, heb ik al gezegd. Hè. Waar we volop aan bezig zijn om dat te laten groeien. Als die twee mannen er niet hadden geweest, hadden we zeker niet gestaan waar dat we nu vandaag staan. Zeker niet. Dank u wel. Ja, een dikke merci. Ja, dikke merci, Nomi, Kjell. We love you.